Het stadscentrum van Gent is vanaf vandaag één grote zone 30. Dat moet meer verkeersveiligheid opleveren en het leven van de Gentenaars aangenamer maken met minder lawaai en betere lucht. Iedereen krijgt wel nog tijd om aan de nieuwe situatie te wennen, want pas vanaf juni worden snelheidsboetes uitgedeeld. Stijn de Grote. Goedemorgen meneer. Vandaag is zone 30, start van de zone 30 in Gent en we willen dat graag met iedereen vieren voor een veiligere stad. Dat is voor mijn schuitje, hè? We hebben nog nooit zoveel lachende automobilisten gezien. Dat is de max. Het was best een vrolijke boel deze morgen aan de Gentse Zuid. De meeste automobilisten hebben dan ook wel sympathie voor het invoeren van een zone 30. Vriendelijk. Nog geen hier rijden in de stad? Hetzelfde. Ik denk dat dat een goede zaak is. Nou ja, dat is een goede zaak. Zeer blij, zeer blij. We zijn zelf fietsers, dus we zijn heel tevreden. Met het maatschappelijk draagvlak voor deze zone 30 zit het dus goed, ook al gaat het over een groot gebied binnen de Gentse binnenring. Bij de Fietsersbond en het Gents Milieufront zijn ze er alvast van overtuigd dat het een groot verschil zal maken. Wij hopen als het verkeer trager wordt, dat het verkeer ook veiliger gaat worden en dat de mensen die nu nog de stap niet durven zetten om met de fiets te rijden, dat die wel met de fiets gaan rijden. Zodat er minder auto's in de stad komen en dat er meer ruimte komt voor auto's die echt in de stad moeten zijn. Critici beweren dan weer dat dit initiatief niet meer is dan hippe city marketing en dat zo'n zone 30 ook consequent moet afgedwongen worden. We gaan eerst wel sensibiliseren, we gaan een campagne voeren in de maand mei en vanaf juni gaan we inderdaad handhaven, controleren. En als het nodig is, verbaliseren.